We staan opnieuw in Staphorst, net als enkele weken geleden. En dat niet voor de minste. De kwartfinalist op de Dutch Open van afgelopen jaar. Hij maakte vorig jaar zijn Eurotour debuut in Zwolle. En we zien hem heel vaak op de mode spelen. Welkom bij Road to Lakeside. Ja, geen kwartfinalist, maar een halve finalist op de Dutch Open. Hij zit gewoon in Road to Lakeside. Arjen, welkom. Dankjewel. Ja, jij hebt je eigenlijk een beetje op een bijzondere manier geplaatst, hè, voor Lakeside. Want zoveel WDF-toernooien heb jij niet gespeeld. Nee, de enige WDF-toernooi wat ik heb gespeeld is eigenlijk de Dutch Open. En die qualifier, het is eigenlijk wel een mooi verhaal. Want 's ochtends, een jongen waar ik mee heen zou gaan, die meldde zich ziek 's ochtends. Dus ik zou alleen heen gaan. En ik stap in de auto en mijn auto wil niet starten. Dus ik was ook nog van plan om te gaan werken. Alleen toen belde een jongen van bij mij uit dat team, die belde mij en die zegt: ik breng je wel heen, je gaat gewoon die qualifier spelen. Dus toen ben ik naar Assen gegaan en aan het einde van de dag was ik geplaatst. Ja, geplaatst. Dus jij ga je opmaken voor Lakeside. Ja. Maar waar jij je geplaatst hebt, dan heb je dit jaar nog veel mooie herinneringen opgehaald. Want je hebt een halve finale gehad op de Dutch Open. Ja, ja, en de jaren daarvoor, de laatste 16, de laatste 32, eigenlijk gaat het in de Bonte Wever altijd goed. Ja, gaat steeds beter. Ja, afgelopen jaar was ik er zelf niet bij. Het jaar daarvoor zie ik bij veel ervarende spelers, bijvoorbeeld bij Mats Gies, het gaat allemaal rustig aan, de dag duurt lang. Is dat een kracht, omdat je ervaring hebt? Ik denk wel dat het meehelpt, ja. Ik ben wel een stuk rustiger geworden. Normaal dan maak ik me direct al zorgen over de volgende wedstrijd en nu denk ik, ach, het komt allemaal wel goed. Je hebt al veel meer ervaring opgedaan. Je hebt voor je Eurotour-debuut gemaakt in Zwolle. Ja, dat klopt. Hoe was dat? Wel 6-0 verloren, maar echt, het is wel een hele ervaring. Echt een geweldige ambiance daar. En het publiek allemaal ook nog dicht in de buurt natuurlijk Zwolle voor mij. Dus er waren heel veel bekenden. Ja, geweldig. Over jouw podiumervaring. De Eurotour-qualifiers gaan nog niet fantastisch dit jaar. Goed spel. En dan die wedstrijd daarna. Minder goed spel als Leeuwarden eigenlijk als toppunt. Dat je eigenlijk een knaller speelt en daarna verlies je meteen. Ja. Met toch wel heel matig spel. Nou, je bent wel gewend om wat langere dagen te spelen. Je hebt in het verleden een halve finale op de Challenge Tour dit jaar nog. Een keer de finale op de Challenge Tour. Hoe kan het dan dat het dit jaar nog niet wil lopen daar? Ja, ik denk dat de Eurotour qualifiers toch iets op zich is. Het is natuurlijk heb je op de Challenge Tour heb je een ranking waar je voor speelt. En de Eurotour qualifiers is echt puur voor één toernooi, zeg maar. En dat is lastiger. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het extra druk met zich meebrengt. En als je een goede wedstrijd speelt, ga je misschien wel de volgende wedstrijd wat te makkelijk in. Dat is denk ik een valkuil waar ik wel aan kan werken. Over je podiumervaring. We hebben jou een paar keer bij de modus gezien. Ja. Wij bij Dutch Act wel groot fan van de modus superseries. Jij begint je week vaak heel goed. En dan zit er eigenlijk een neerwaartse spiraal in de week. Want finals night is nog niet helemaal gehaald. De eerste twee keer in Southampton, toen heette het nog Online Live League, heb ik wel de finals night gehaald. Maar in de laatste twee keer niet, inderdaad. Echt op het podium? Nee. En dan op legs eruit vliegen, dat is wel heel zuur. Keer op keer. Ja. Is het moeilijk zo'n hele week spelen? Want je speelt natuurlijk eigenlijk op maandag met woensdag maar voor één plekje en daarna voor je groepindeling. Ja. Ben je dan ook nog echt bezig met die groepindeling? Nee, dat op zich niet. Het is natuurlijk wel lekkerder als je dan de avondgroep hebt, omdat je dan 's ochtends lekker rustig aan kan doen. Dan kun je er een beetje naartoe werken. Maar voor de rest, nee, ik ben niet echt bezig met in wat voor groep je dan uitkomt. Je wil natuurlijk die eerste groep winnen. Dat is, staat natuurlijk bij de kijf. De eerste keer dat je naar Modus ging je met de Nederlandse bende van Ellende heen. Hoe was dat? Ja, met Gian en Danny van Trijp en Owen. Ja, dat was echt een geweldig mooie week. Daar zijn we ook echt wel een beetje naar elkaar toegegroeid. We hebben nog steeds contact. Al die jongens hebben nou een tourkaart en ik ben de enigste die hem nog niet heeft. Maar daar gaan we wel ons best voor doen komend januari. Grote doel dit jaar, Q-School. Na Lakeside. Ja, dat is Q-School. Is ja, uiteraard. Doel, ja. Maar goed, dan ga je naar Lakeside toe. Podiumervaring. Goed spel laten zien. Eurotoetjes gegooid, modus, Dutch Open podium. Wat zijn de ambities? Ja, nou sowieso de eerste ronde overleven natuurlijk. En ik speel niet heel veel WDF, dus ik weet niet echt waar ik precies sta, zeg maar, in dat circuit. Maar heel veel jongens spelen wel op de Challenge Tour, dus het is... Het is denk ik een beetje vergelijkbaar met het Challenge Tour niveau. Bewuste keuze om minder WDF te gaan spelen? Een bewuste keuze om echt PDC te gaan spelen. Niet om niet WDF te spelen. Als er de mogelijkheid was, dan was ik wel heen gegaan. Maar niet om echt op de ranking te komen, zeg maar. Nou, jij gaat natuurlijk naar Lakeside. Maar al jouw grote vrienden hebben nog voor jou iets ingesproken. We hebben een verrassing voor jou. Oh. Kijk en geniet.
Hey Arjan, heel veel succes op de Lakeside en zet hem op. Hey Arjan, Draghi hier. Ik wil je vast heel veel succes wensen op het EDF-WK. We gaan je natuurlijk allemaal volgen en genieten van kerel. En heel veel succes. Yo! Hey Arjan, maatje. Ik wens jou heel veel succes voor de WDF Lakeside dit jaar. En komt zeker wel goed. Gewoon een feest in de tent en dan komt alles goed. Hè? En zie je volgend jaar op de Tour, vriend. Heel veel succes. Ja, dat vind ik echt top. Ja, dat vind ik mooi. Ja. Echt verwacht. Nee. Ja, dat hebben jullie goed gedaan. Ja. Nee. Wat betekenen deze mensen voor jou? We beginnen met Rijn de Vrede. Ja, die ken ik al sinds ik eigenlijk ben begonnen bij de PDC, zeg maar, bij de Q-School. Ik ging toen met Sven Groen naar Engeland toe. En we kwamen Ryan en Jimmy als eerste tegen op Schiphol. En sindsdien, ja, we spreken elkaar eigenlijk wekelijks. En we hebben samen modus gespeeld. Dus ja, dat is prachtig. Dan, Martijn Dracht. Ja. Klinkt als een hele goede vriend, hoe je opent. Ja, zeker. Nee, wij spelen sowieso wel Super League samen, zeg maar. En we toernooitjes samen. En hij is iets later als mij begonnen bij de PDC. En ik heb hem eigenlijk gewoon een beetje op sleeptouw genomen het eerste jaar. Maar hij is gelijk aan mij eigenlijk. Reizen jullie nog veel samen? Ja, altijd. Kijk, klinkt goed. En dan de laatste. Je hebt net al een beetje verklapt. Bij Modus is het een beetje losgegaan. Ja. Gian. Ja. Jongen nog. Ja. Nog heel veel was er over. Ja, ik weet nog de eerste keer dat wij Modus waren, zeg maar. Toen begon hij echt gewoon ook beter te spelen. En die lijn heb hij helemaal doorgetrokken tot aan Q-School. En wat hij dit jaar laat zien, dat is echt, dus het is waanzinnig. Kan je een beetje meeliften op die trein volgend jaar? Dat hoop ik. Hij probeert me in ieder geval wel een beetje mee te nemen. Ik heb laatst de Pro Tour mogen spelen. Heb ik heel veel spelletjes ook met hem gedaan voor de wedstrijd, zeg maar. Dus hij gunt het mij ook zeker, dat weet ik. Hij gunt jou zeker? Wat wij jou niet gunnen, is druk. Of toch wel, je mag plaatsnemen voor het dartboard. We gaan naar de dilemma's. Oké, komt goed. Arjen Kontelman, ik heb 10 dilemma's voor jou. Okay. Voor jou zijn er 10 geworden. Je hebt 2 keuzes. En ja, je mag zelf bedenken of de keuze is vrienden, reizen. Het gaat erom, je moet 1 van de 2 kiezen. Ben je er klaar voor? Ja. Dubbel 20 of dubbel 16? Dubbel 20. Koppels of singles? Singles. WDF of PDC? PDC. Thuis of onderweg? Thuis. Martijn Dracht of Danny Oldekalter? Martijn Dracht. Fietsen of lopen? Fietsen. Challenge Tour of Mode Super Series? Challenge Tour. Pijlen naar het bord of pijlen onder de bank? Pijlen naar het bord. 1 keer Lakeside winnen of 1 keer de UK Open winnen? Dan ga ik voor Lakeside, denk ik. En de laatste, legs of sets? Sets. Arjen, wil je nog ergens op terugkomen? Nee. Ik wel. De pijlen onder de bank. Ja, dat was een verhaal. We gaan even terug naar de coronatijd. Je was geselecteerd door ons voor een toernooi. Ja. Elke week 1 potje. En 5 seconden voordat we gaan opnemen, we waren al aan het aftellen, roep jij ho, mijn pijl ligt onder de bank. Wat gebeurde daar? Ja, ik wou nog even snel een beurt gooien, omdat van mij was het tegen Heine. Heine moest beginnen. En ik denk, oh, dan gooi ik nog snel even die laatste pijl en die gooi ik zo weg. En die komt precies achter op die andere 2 en die valt op de grond, op de rand van de okkie. En die schiet mij onder de bank. Dus ik moest even de bank uit elkaar halen. Dan kom ik erbij om een pijl te pakken. Dus het was even iets op onthoud. Wat heeft jij dat gebracht, die online toernooi? Je hebt ze alle 2 mogen spelen? Ja, ik vond het echt heel, heel leuk. Omdat je in die tijd had je toch niet echt de kans om te trainen, omdat je niet bij elkaar mocht wezen. En daardoor konden wij wel tegen goede spelers ook trainen, zeg maar. En de laatste waar ik op terug wil komen, thuis of onderweg. Kun je toch voor thuis, terwijl je heel veel aan het reizen bent. Is dat toch omdat je dan weer lekker thuis komt? Ja, absoluut. Ik vind thuis zijn is gewoon prima. Daar heb je gewoon alles bij de hand. En reizen, dus, ja, gaat heel veel tijd in zitten ook. Klopt. Arjen, bedankt voor je dilemma's. Geen dank. Arjen, dat was Road to Lakeside. Maar ik heb nog 1 vraag aan jou. Q-School 2024. Ga je deelnemen? Jazeker. Waar gaan we jou zien? Ik hoop met een tourkaart. Dat hoop ik ook. Wij hebben een afspraak staan na de eerste ronde voor een interviewbord op Lakeside. Oké, okay, mag jij wel bedanken. Dit was weer een aflevering van Road to Lakeside. Laat een duimpje achter op deze aflevering. Abonneer je op ons YouTube kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende Road to Lakeside. Hallo. Joehoe. Vond je dit nou een leuk filmpje? Abonneer je op ons YouTube kanaal. Wil jij meer van dit soort vette content zien? Neem contact met ons op voor een eventuele samenwerking. Om nog veel meer van deze mooie series te maken.